Een hele goede dag. Het is vandaag donderdag 24 juni 2010. De dag waarop Nederland gaat voetballen tegen Kameroen vanavond om 8:30. Nou, ik denk als pseudo-voetbal-expert dat het een moeilijke pot gaat worden. En automatische winst van Nederland. Ik durf het op dit moment niet echt te gaan zeggen. Het is ook de dag waarop we mogelijk zullen gaan toewerken naar een hittegolf. Volgende week zitten we misschien met hittegolfallures. Dus spannende ontwikkelingen ook aan het weerfront. Afgelopen maandag hadden we de zonnewende, de zomer die begon om 13:28 en sindsdien is het eigenlijk alleen maar beter weer geworden. De droogte wordt nu toch wel een item, dat is eigenlijk al een item, met name in het zuidoosten van het land. Daar is het toch wel echt heel erg droog boven de zandige akkers, de stofakkers. In de omgeving Eindhoven, het plaatsje Someren, dat is een toepasselijke naam, daar is in juli nog maar zo'n 2 tot 3 mm gevallen. Ja, en met het zicht op het nog aanhouden van die droogte, kunnen daar serieuze problemen gaan ontstaan in de akkerbouw. Op 1 mei, jongsleden, heb ik gezegd in mijn zomerprognose dat we niet echt een topzomer zouden gaan krijgen, hè, van het kaliber 1976, 1994 en ook 1995. Toen hadden we voortdurend een stevige blokkade boven Zuid-Scandinavië en de Noordzee. Dat is toch wel een absolute vereiste voor langdurig, warm en stabiel zomerweer. Solide noordoost- tot oostenwinden zijn dan het gevolg en die waaien dan weken achtereen. Maar goed, dat is nu niet het geval. We moeten het nu meer hebben van de uitlopers van het Azoren-hoge drukgebied. Dat is natuurlijk ook goed. En zo'n Azoren-hoge drukuitloper kan ook voor uitstekend zomerweer zorgen. Samenvattend, het weer tot plus minus 3 juli. Tot die tijd blijft het in ieder geval prachtweer in Nederland. Het is droog, het is overtuigend zonnig en het blijft warm. Sterker nog, de temperatuur gaat de komende dagen nog wat omhoog. En ik verwacht plafonds begin volgende week tot 31 of 32 graden. De kans op een enkele onweersbui lijkt mij tot 1 juli in ieder geval erg klein. Wat deze dagen wel steeds te zien is, is een depressiedreiging vanuit de regio Schotland, Ierland en ook IJsland. En die depressie wordt nog steeds geprojecteerd op de wat langere termijn weerkaarten. Dus waarschijnlijk gaan we daar niet aan ontkomen begin juli. Ik verwacht in de eerste pentade van juli, dat is de periode zo tussen 1 en 5 juli, toch wel toenemende neerslagimpulsen. Dus op dit moment ga ik niet uit van een uitzonderlijk lange, droge en warme periode die nog eens 10 tot 14 dagen zal gaan duren. En tot zover het weer hier op Zizo.biz. Ik wens iedereen een fantastisch zonnig en warm weekend en maandagmiddag is hier de volgende afspraak.